even laten zien, een hele mooie uitblaaslamp. Je ziet alles past heel keurig, overal mooi passend. Ja. Het snoertje loopt heel mooi door het masje heen, mooi geregen, heel fijn geregen. De schakelaar zit er keurig in zoals je ziet. En wat ook belangrijk is, alles is echt mooi geschuurd. Hout kan heel mooi worden als het... Ik zie ook één foutje, maar daar kom ik zo dadelijk op. Als ik van binnen kijk, is alles netjes gesoldeerd. Ik zie... dit vond ik trouwens van binnen, zo'n mooi schroevendraadje. Ik zie één draadje hier, daar is de isolatie wat erg ver weggehaald. Dat is jammer. En de weerstand kan mooi strak op de bodem liggen. Maar verder, je ziet er wat belangrijk is, overal de isolatie goed ver laten zitten, dus niet verder strippen dan nodig is. En alle draadjes zijn ook mooi kort. De transistor zit goed, hè, met de platte kant naar boven. De schakelaar is ook keurig aangesloten. Waarom heeft deze uitblaaslamp geen 10 gehad? Nou, hier zie je een misser. Knip. Op zich is het correct, want de langste pootje van de led is de plus, de rode draad. Maar dit is veel te lang. Je ziet als ik even zo doe, dan krijg ik kortsluiting. Knip ze dus kort af, die pootjes van de led, laat ze wel de langste, laat die wel het langste zijn. En die komt aan de plus, aan het rode draadje. Maar niet zo lang als bij deze. Dus helemaal perfect is hij toch nog. Nog even laten zien, prachtig verzonken die schroef. Hij valt zelfs een beetje erin. Gaatjes zijn keurig, mogen best heel ruim zijn. Hier het afregelgaatje. Met schroevendraaiers zo er doorheen. En je kunt afstellen bij hoeveel licht hij aan. Een hele mooie geslaagde uitblaaslamp.